hebben er nog niet gemaakt. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. Wij hebben vakantie, wij hebben vakantie. Wij hebben vakantie. Halitee. Maar nog niet helemaal. Hoezo niet helemaal? Ik moet morgen nog 2 optredens doen. Dat is waar. En je raadt niet dat ik mijn stem kwijt. Hoe vaak is je dat wel eens gebeurd? Nooit. Nog nooit? Nee, dat is niet waar. Eén keer met een auditie. Dat was echt een amandelontsteking. Daar is onze ster. Heb je hem al gespot? Nee? Ik ben benieuwd. Ja, ik heb echt een heel medicijnentas dat ik laat zien. Ja, wat hebben we allemaal gehad? IJslands mos. En kijk, Jessie ligt in een leeg badje in de huiskamer. Ik dacht namelijk, dan ligt hij veilig. Maar hij klom me net al uit, dus dat duurt niet heel erg lang. Nou ja, goed. Ik probeer er alles aan te doen. Dit is al twee dagen zo. Ja. Het was erger. Het begint nu iets beter voor. Citroen. Wat nog stiekem best lekker is. Ik ging naar Forsen. Op aanraden van Denise. Ik heb vandaag honingsoepjes gekregen van het land van mij. Isla. La Isla Bonita. En ik heb natuurlijk heel veel gebubbeld. Ja, en dat is niet in een jacuzzi, dames en heren, maar met een Fox bubbling tube of zo. Zoiets was het. Iets verder eruit. Ja, op zich helpt wel, denk ik, hè. Oh, ik moet even de pan uitzetten. Zo droog ik namelijk altijd alle pannen. Zet ik ze gewoon terug op het vuur. Maar, dus... In ieder geval, morgen heb ik dus 2 optredens. Morgen drukke dag. Een info optreden. Dus ik ga vandaag verder niet meer zo zeggen. En ik ga me gewoon rijden. En hopelijk Maar ja, morgen wordt het wel een ontzettend leuke, maar een beetje drukke dag. Want ik ga eerst heel vroeg die kleine wegbrengen naar Tilburg. Dan ga ik de terugweg waarschijnlijk langs mijn zus, want daar ligt nog mijn zonnebril, zonnebrand en billendoekjes. Die gaan natuurlijk wel met vakantie. En dan rijd ik door naar Sander, want die is jarig. En dan rijd ik door naar Den Haag, want dan hebben we op de Loosdrijfshoofdplein een optreden. Nou. En dan daarna rijden we door naar Zeeland, want dan hebben we nog een optreden. En we nemen jullie zoals gewoonlijk gezellig mee. Zo, een hele goede morgen. Jessie is er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Alles staat in de auto. En voor de handigheid hebben ze ook nog eventjes het optreden van René 1,5 uur vervroegd. Dus ik mis ineens 1,5 uur in mijn tijdschema. Dat is niet heel handig. Maar goed, we gaan gewoon eerst naar Tilburg. En dan zien we hoe laat het is. En dan kijken eventjes welke adres ik nog af kan. En anders rijden we gewoon meteen terug. Ja, toch schat? Ik kan mijn schat nu niet filmen. Mijn schatje zit een beetje na kunnen wezen aan de ontbijttafel. Nou, we zijn lekker in Tilburg. En Jessie heeft het gehad. Dus we gaan hem lekker eruit halen. En we gaan lekker fruitje geven. En lekker in de zon leggen, denk ik. Vind ik een goeie. En dan meteen weer door. Joehoe. Nou, Jessie is bij opa. De camera wiebelt een beetje. Maar ik mag hem ook niet vasthouden. Maar Jessie is bij opa. En voor de verder rest is het dus afgesproken. Zo, ik kom niet eens bij mijn woorden. Honger. Ja, ik ben dus niet langs mijn zus geweest en ook niet naar de verjaardag. Omdat, zoals ik al verteld had, het optreden veel vroeger is dan gepland. Dus, we gaan maar naar huis en dan ben ik in ieder geval op tijd thuis. Om eventjes te eten en spulletjes in te laden en dan gaan we naar het eerste optreden. Dus, zet thuis. Wat is een Loosduinen festival? Nou, zonder muzikale talenten uit Loosduinen. Vorig jaar, de mensen die vorig jaar geweest zijn, die weten dat we een hele aparte combi hadden gemaakt met Tavenu en de Reigers.
Ja, en dan ga je denken, wat moet je het jaar erop nou nog doen? Kunnen we daar nog overheen? Jazeker, daar gaan we dik, dubbel en dwars overheen. Want we hebben nog een talent uit Loosduinen. En dat is echt puur Loosduinen. Die werkt zelfs hier bij Peter Horen. Ze is een hele bekende vlogger inmiddels. En ze heeft een waanzinnige stem. En ze komt eraan. Ze heeft al diverse optredens achter de rug. Ze heeft het erg druk gehad deze week. Dus de stem heeft een klein beetje moeten lijden. Maar een echte Loosduiner is geen echte Loosduiner als ze niet gaat optreden op het Loosduinenfestival. Dus, dames en heren, exclusief hier vandaag, live in het Loosduinenfestival Theater. Daar voor u, met niemand minder dan René van Ginkel. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. And I'm feeling good. In niet te veel woorden, schat, voor je het gaan. Vanavond gaat ook wel. Het is wel lekker warm. En lekker druk. En je ziet er leuk uit. Locatie nummer 2. Het prachtige Zeeland, Vrouwenpolder, landgoed. Landgoed Twistvliet. Ja, ik zit een beetje tegen, want ik moet heel nog plassen. En René moet heel nog plassen, dus nou, het is maar goed dat we er zijn dan. Ja. En ja, het lijkt in the middle of nowhere, maar ik heb wel veel leuke dingen gezien onderweg. Het is Zeeland toch een mooi rijk waterland. En wij gaan nu naar binnen rennen. Oké, doei. Hij klinkt goed, gast. Dit is een nieuwe sound. Ik heb hem nog niet gemaakt. Volgens mij is hij stiekem een Japan Chernobyl. Let's go! Meneer de drummer. Ja. Wat is je naam? Mijn naam. Ja? Mijn naam is Lucas. Lucas. Lucas de Hey, de drummer. Hij is El Coco. El Coco Libre. I go by many names. No, no, it's just okay. It's just Coco. Lucas, just Coco. Steven, Steven. Steven. Peter. Hey, Jasper.
Jasper. Tom, dat ben ik al. Hey Jasper. Wie ben jij? Hey Jasper. Maar jij heet toch helemaal geen Jasper? Ik niet. Wie ben jij dan? Ik ben de Brody. Ik ben de chauffeur en de geluidsman en de vriend van. Geluidsman? De man van. Wat dan? Nog meer? Julia. Hallo. Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Ik doe dit nooit. Dit is voor mij helemaal nieuw. Maar goed, ik ben hier dus met hun twee. Het is wel heel gezellig. Dat was wel. Gewoon niet veel nadenken. Dat doe ik ook nooit. Kijk, wat komt daar? Ik wil nadenken. Ja, niks van nadenken. Nee, doen, wat gaan we doen? Wat met fire in plaats van short disco. Ja, ja, oh, ja, ja. Okay, high five, jongens. Ik vind jullie onwijs goedkope goeiemorgen. Goedemorgen. Een beetje lekker slapen? Ja, eigenlijk wel. Ja, een beetje tot kort, vanochtend. Een beetje kort alleen. Ja, jezus man, een beetje kinkhoest. De tandjes. Ik voel met je mee. Ja, nu mag het. Het is voorbij. Spanning is voorbij. Je hebt het super goed gedaan, schat. High five. Dankjewel. Dat is wel een beetje een matige high five, maar vooruit. Het ging goed idee. Dat is ongeluk. En nee, ik ben super trots op jou, man, dat je er doorheen hebt geslagen. Dat is leuk. En het was heel erg leuk. Leuke ja. Mensen ook van de band. Zeker weten. Leuke jongens en meisjes. En het publiek was hartstikke leuk. Ja, was... Ja, wij dansten lekker mee. Ja, ik ging helemaal los. Het was een kattenthema, zoals jullie wel hebben kunnen zien. Nou, ik vind dit fijn. Zo nou, maar kijk, het is geen goede engel dit. Nee, het is een kattenthema. Ik zag ook wel Hello Kitty en die poes van... Volgens mij was het van Up. En, ja, had je nou meegekregen? Van dingen, van Pets, Secret Life Pets, dat was hem. Oh, ja. Had je nou meegekregen waarom dat was? Nee. Nou, dat was. Niet omdat het Crazy Cat Persons waren. Oh, nee, dat dacht ik. Maar ze waren dus naar Thailand verhuisd, geloof ik. Thailand. Oh, verhuisd? Ja. En toen hebben ze stiekem per ongeluk expres hun kat meegesmokkeld. En die hebben het gewoon in een tas gedaan. En toen hebben ze gewoon zo vanuit de bank, weet je wel, zo... Niks aan de hand. En dus dat is een beetje een ding geworden. Dus toen hebben ze er een kattenthema gemaakt. Yeah. Dat het ook gewoon gelukt was. Oh, het is ook gewoon gelukt? Ja. Oké. Okay. Dan fake it till you make it. Ah, we zullen we missen hier. Ja, dat was wel leuk. Ja, was heel leuk. Ja, ik... Heel toevallig paste ik een beetje in het plaatje met mijn luipaard overhemd. Is dat ik luipaard? Nou ja, maakt niet uit. Mijn vlekjes. Ik voelde me helemaal raar. Ik voelde me er helemaal thuis. En nou ja, goed, dat was echt superleuk. Dus, ja, we waren om 3 uur 's nachts thuis. 3 uur 's nachts thuis. Even doorgegaan. En vandaag niet helemaal uitslapen, want wij gaan je stof zien doen. Stof doen en dat gaan jullie zien in de volgende vlog. Dus voor nu. Dus vond je dit een leuk vlog? Duimpje omhoog. Nog even abonneren.
en belletje aan te zetten. Belletje. En dan zien we jou bij de volgende vlog. Ciao, 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 ciao